RTL heeft Emiel Ratelband weer helemaal terug in de schijnwerpers geplaatst door hem een eigen docusoap te geven op Videoland. Geweldig, vindt Carlo Boshart het. Hij vindt dat RTL nog meer moet inzetten op deze positiviteitsgoeroe. Ondertussen mengt Emiel zich op een nogal onorthodoxe wijze in het grootste RTL-schandaal ooit. Het schandaal rond de RTL4-hit The Voice of Holland is volgens Emiel heel erg opgeblazen. Hij voelt naar eigen zeggen haat tegen de hele hekje MeToo-affaire. Talpa heeft 35 miljoen euro gereserveerd voor schadevergoedingen, voor al die mensen die zogenaamd werden aangerand, briest hij in de Panorama. Omdat Jeroen Rietbergen een opmerking maakte over een lekker kontje, of omdat een regisseur vroeg om een extra knoopje los te doen. Hoererij. Ik heb er geen andere woorden voor. Die vrouwen praten elkaar allemaal na. Puur om poen te vangen. Stelletje golddiggers zijn het. Het heeft helemaal niks meer te maken met menselijk leed. Ziet hij niet dat dit soort uitspraken ongelooflijk hard kunnen aankomen bij slachtoffers van misbruik? RTL heeft The Voice niet voor niets van de buis gehaald. Dat is altijd al een groot verwijt geweest, dat ik zo'n enorme vrouwenhater ben. Is helemaal niet waar. Ik ben gewoon eerlijk en duidelijk. In de media, in mijn werk en in mijn privéleven. Vrouwen zeiken en overdrijven ontzettend, meent Emiel. Vorige week was ik bij een vriendje in Nederland op bezoek. Steekt hij een sigaretje op, begint dat wijf van hem meteen te zeiken. Of hij dat ding misschien op het balkon wilde oproken. Ik vraag aan die gozer, wie betaalt hier de hypotheek? Jij? Nou dan. Dat soort vrouwen moet je onmiddellijk op hun plek zetten, legt Emiel uit. Laat dat wijf de tyfus krijgen, man. Als dat mijn wijf was geweest, had ik haar zo van dat balkon gesodeflikkerd. Nou, zijn vrouw zat ernaast en hoorde het mij allemaal zeggen. Ze kromp helemaal in elkaar. Tja, je hebt wel gelijk, zei die vent toen. Thank you.